Je bent ooggetuige? Ja, ik ben ooggetuige van een overval hier in de buurt bij de drogistfonds. En ik kwam rustig aanlopen, weet je wel, met een vrienden. En toen hoorde ik in één keer een vriend schreeuwen dat Benny overvallen werd, onze drogist. Ja, ik rende daar gelijk naartoe. En toen kwam in één keer, hoorde ik Benny in één keer eruit schreeuwen, weet je wel, dat de overval wegschopte. En er kwam millimeters langs mij. Ja, ik wou hem nog achterna rennen, maar ik stond helemaal stijf daarvan, weet je wel. Ik weet nooit wat ik moet doen daarin. Ja. Was het hier nog meerdere overvallers? Er was maar één overvaller met een revolver in de handen. Hij heeft ook één geschoten hier. En ik was zelf ook al geschrokken, dus ik stond zelf ook helemaal stijf daarom. Eigenaar is niet gewond geraakt? Nee, niemand is gewond geraakt, ook Benny niet. En alles is wel goed afgelopen, dus hopelijk dat hij de dader te pakken krijgt, de politie. Heb je een signalement van de dader? Gaat het om een jongere iemand? Ja, volgens mij gaat het wel om een jongere iemand. Het is een blanke meneer, met helemaal zwarte kleding aan, grote spottas. En verder kan ik niet echt veel beschrijven, hij was wel helemaal zwart gekleed. Maar het is ongeveer best wel volgens mij een jongere leeftijd, hij was iets kleiner dan mij. Dus verder heb ik niet echt zoveel gezien van. Dat is erg schrikker zeker? Ja, dat is zeker erg schrikker. Vooral hier, de laatste tijd gebeuren hier wel veel dingen. Bijvoorbeeld auto's worden gestolen en zo, weet je wel. En nou deze overval. Dat is wel schrikker dat je erbij staat. Dus zorgelijk nu. Ja. Was hij binnen dan? Ja, hij is wel binnen.